De vakcentrale C47 verwerpt de oproep van de NDP aan zijn aanhangers om op 22 januari aanwezig te zijn bij de behandeling van het verzet, welke is aangetekend door de veroordeelde Desiree Bouterse. Dit zei Robby Berenstein, voorzitter van C47, afgelopen zaterdag tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van deze vakcentrale. Berenstein gaf aan dat met de veroordeling van Bouterse er op fundamentele wijze inhoud is gegeven aan de democratische rechtsstaat. De vakcentrale vreest echter dat met de oproep van de NDP de rechtsstaat mogelijk weer in gevaar gebracht kan worden. Dit zien we als een regelrechte intimidatie van de rechterlijke macht. Los van het feit dat we weten dat de mensen, de rechters, in dit geval hun foutje kunnen staan, moeten wij daar niet lichtvaardig over gaan. Het is iets dat we als samenleving niet kunnen accepteren. Het gaat een terugwerping zijn naar een situatie van chaos en wanorde. We kijken daarom eens uit ons ogen hoe men omgaat met deze kwestie. Wat doen we elkaar straten? Hoe jij dat wat afvinding van hoe doen? Ja? We vragen als AATDC zelf vergunning gaat vragen. Berenstein haalde verder aan dat C47 qua politieke oriëntatie gerekend kan worden tot links, omdat ze bewust heeft gekozen voor de klassenstrijd. De vakbondsman vindt dat in de afgelopen decennia links zijn bewust negatief is gemaakt. Als vriendelijke ideologieën zijn dat ook bekende, maar onterechte beschrijvingen die ons worden opgehangen door tegenhangers. Voor ons betekent links simpelweg het continu en consequent strijden voor de belangen van de werkende klasse. En conceptueel daar een antwoord voor formuleren en realiseren. Mensen die links willen, maar rechts hun zakken vullen. Want dat is precies wat we hier meemaken met ons huidige regime. Linkse retoriek misbruiken en vervolgens een rijke vliesdunne laag creëren onder politieke vrienden ten koste van de grote massa's in de samenleving. Voorzitter Robby Berenstein van de vakcentrale C47. Hij sprak afgelopen zaterdag in het SPA-gebouw bij de viering van het 50-jarig bestaan van de vakcentrale.